Vanuit het tweede Korenstraatje, ofwel het Hemastraatje. En bij sommigen in de volksmond het Piesstraatje genoemd. Want hier wordt nogal eens een keer tegen de muur gepiest op lekkere stapavonden. Kom ik op de Pensmarkt. Nou, wat me meteen opvalt is dit hoekje. Ja, de oude woningen nog boven. Ja, echt, Bossenaren kennen het nog als het hoekje van Blom. Panden die hier hebben gestaan, waar de oorsprong ligt in 1386. Een van de oudste bakstenen huizen van Nederland. Daar ga ik het zo meteen nog meer over vertellen. Maar we gaan even kijken naar de Hema, die hier in 's-Hertogenbosch vanaf 1930 zit op de Pensmarkt. Onder, en ik weet niet of me dat vandaag gaat lukken, liggen ja, echt gewoon zo'n oude monumentale kelders met gebogen gewelven. En ik hoop dat ik die nog te zien krijg en ik hoop dat jullie dat ook te zien krijgen. Want die stoppen, als ik het me goed heb laten vertellen, zo precies op de deur. En eerst was dat hier, de kelder liep helemaal door tot onder de straat. Hema. 1930, de Hollandse eenheidsmaatschappij. Voor een goedkoop prijsje, goede artikelen. Zullen we even gaan kijken naar een stukje geschiedenis van de Hema? En dan gaan we daarna terug naar binnen toe. Want ik heb een afspraak met de bedrijfsleider. Daar ga ik mee praten. En daarna probeer ik de kelder te filmen. Dus blijf kijken, het wordt mooi. Hier is de Hema in vroegere tijden. We gaan terug in de tijd. Terug naar de jaren 20. Twee Joodse ondernemers, Arthur Isaak en Leo Meijer, maken van dichtbij de grootste economische crisis van de eeuw mee. Ze zien talloze mensen die moeite hebben om rond te komen. Kunnen we niet het alledaagse leven van deze mensen wat gemakkelijker maken? Vragen beide mannen zich af. En zo ontstaat hun droom. Zou het geen fantastisch idee zijn een winkel te openen, speciaal voor mensen met een kleine beurs? Een winkel met eenvoudige artikelen voor dagelijks gebruik, laag geprijsd, maar van goede kwaliteit. Alfred Goudsmit, bestuurder van Warenhuis de Bijenkorf, reageert enthousiast op het idee en de droom van deze twee mannen. En die droom, die krijgt een naam. Hema. Het is een afkorting van Hollandse Eenheidsprijzenmaatschappij Amsterdam. Het is een onderdeel van de Bijenkorf. En hun droom krijgt helemaal gestalte als op 4 november 1926 de allereerste Hema in Amsterdam opent. En sinds dat jaar 1926 levert de Hema het bewijs. Een leuk en gemakkelijk leven hoeft niet duur te zijn. Loop onze winkels maar eens binnen en je merkt het meteen, zei men toen. Schap voor schap vond je de beste artikelen voor iedere dag. Een tikkeltje eigenwijs vormgegeven, origineel, van goede kwaliteit en met een verrassend laag prijskaartje. Producten waar je blij van wordt. Wat je budget ook is. De Hema was toen bijzonder, maar toch zo gewoon. Een unieke combinatie die je in geen enkele andere winkel kon vinden. In 1930 ging de Hema in Den Bosch van start. Ze openden het filiaal aan de Pensmarkt. Daar waar ze nu nog steeds zitten. De winkelende Bossenaar reageerde verrast. Parfum en chocolade, dames- en herenmode en huishoudelijke artikelen voor slechts 25 of 50 cent. Kwaliteit tegen een lage prijs. Dat was de boodschap van de Hollandse Eenheidsmaatschappij Amsterdam, de Hema. En die boodschap slaat aan tijdens de crisis van de jaren 30. En dat niet alleen bij de armen, maar ook de rijken zijn blij met de Hema. Ja, ze gaan zelf niet naar de Hema. Zij sturen hun bediende. Want in zo'n volkse winkel mag je als dame of heer niet gezien worden. Net als andere bedrijven moet ook de Hema, met de van oorsprong Joodse oprichters, hun Joodse medewerkers ontslaan. Vele van deze medewerkers overleven de oorlog niet. En elk jaar op 4 mei legt de Hema een krans bij het Hema hoofdkantoor.
Na de Tweede Wereldoorlog bloeit de economie op en mensen hebben steeds meer te besteden. HEMA groeit mee en zet als eerste Nederlandse bedrijf in 1958 een franchise-organisatie op, waardoor voortaan ook zelfstandige ondernemers onder dezelfde naam en met dezelfde uitstraling producten en diensten van HEMA gingen verkopen. HEMA is niet meer weg te denken in Den Bosch of in welke grote of kleine stad dan ook. Het merk is hip voor jong en oud, man en vrouw. Hans Houtstra, filiaalmanager bij de HEMA in 's-Hertogenbosch. En dat sinds 2 jaar. Dat klopt inderdaad, ja. 2 jaar geleden hier gekomen. Dus de tijd gaat heel snel in zo'n winkel. Maar nog niet zo heel lang voor begrippen van filiaalmanager. Maar inmiddels 2 jaar hier in Den Bosch. Nou, de begrippen van HEMA gaan wel heel wat terug. Ik ken de afkorting wel, maar ik wil hem toch aan u overlaten. Dat is de Hollandse Eenheidsmaatschappij Amsterdam. Het is ooit begonnen met hele kleine prijsjes. Nou, er is eigenlijk in de loop der jaren niet zo heel veel veranderd. De prijsjes zijn altijd nog klein gebleven. Waar is de HEMA van vroeger uit nou echt bekend om geworden? Nou ja, de HEMA is er al sinds 1927. Daar begonnen ze met eenheidsprijzen van 5 cent en 10 cent. En we hebben natuurlijk al sinds jaar en dag een aantal HEMA-helden. En dat zijn natuurlijk de rookworsten, ieder bekend, en de tompoezen. Van vroeger uit? Van vroeger, nou, niet helemaal van vroeger uit, maar dat zijn wel voor de laatste decennia wel echt wel de, natuurlijk de bekende HEMA-helden. En eigenlijk is het bedrijf sinds die tijd doorgegroeid tot wat het nu is. Ik ken eigenlijk nog wel een HEMA-held. En dat is? Het ondergoed. Het ondergoed is inderdaad ook een hele mooie HEMA-held. Bijvoorbeeld de rompertjes die de baby's dragen in Nederland. Ongeveer de helft van de Nederlandse baby's die draagt een rompertje. Dus, dat kan je... De helft van de Nederlandse baby's draagt een rompertje van de HEMA? Ja, dus dat kan je inderdaad ook wel eens een held beschouwen inderdaad. Ja. Ik wil toch nog even een klein quizje met u doen. Want jullie doen ook gordijnen. Hoeveel meter gordijnstof wordt er door HEMA met alle filialen verkocht per jaar? Ja, dat is inderdaad heel veel. Dat is 2 miljoen meter per jaar wordt verkocht aan gordijnstoffen. Dus dat is echt... Dat is ongekend. Dat is heel veel, ja, ongekend. Ja, ja, ik durf hem toch wel te vragen en ik hoop dat u het antwoord weet. Maar hoeveel rookworsten gaan er doorheen op jaarbasis? Die vraag heb ik even niet behandeld, hè? Daarom vroeg ik hem ook. Ja, sorry, nee. Ik heb... Dat is dan toch een fout antwoord. Het is een fout antwoord, ja, klopt, ja. Maar het zijn er miljoenen. Ja, absoluut, ja. Miljoenen, inderdaad. Ik heb begrepen dat het filiaal hier in Den Bosch, in 's-Hertogenbosch, op de nominatie staat om een update, een facelift te krijgen. Wanneer gaat dat gebeuren en wat gaat er gebeuren? Ja, nou, het is wel zo dat we vorig jaar zijn er 520 winkels zijn er in 2 maanden tijd verbouwd. Dat heet de zogenaamde makeover. Dat houdt in dat alle winkels hebben eigenlijk elementen toegevoegd gekregen. Een nieuw assortiment en tafels, ideetafels. Beauty, daar waar het nog niet zat. Dat hebben wij ook gehad. Maar het filiaal staat eigenlijk al wat langer op de lijst om nog ingrijpender verbouwd te worden. En dan is het de bedoeling dat in ieder geval de horeca zeg maar goed onder handen wordt genomen. En hoe die plannen dan precies uit gaan zien, dat is nog niet bekend. Maar dat is wel een van de focuspunten die in ieder geval dan aan bod gaan komen. En de deadline, tijdsbestek, wanneer gaat het gebeuren ongeveer? Dat is ook nog niet bekend. Dat is een kwestie van veel plannen en veel berekeningen maken wat het kost en wat het gaat opbrengen. Ja, dat moet je tegenwoordig doen als eenheidsmaatschappij, hè? Zo is dat. Je moet op de kleintjes letten. Ook wij. Zeg, op die kleintjes, hè, wat ook heel leuk is natuurlijk, waar jullie heel groot in zijn, is in die fotografie. Ja. En nou, een seconde is heel klein, ja. Maar ik heb begrepen dat elke seconde worden er 4 foto's afgedrukt in alle filialen in Nederland, dus gemiddeld.
Dus elke seconde brengt de HEMA 4 foto's voor de eeuwigheid. Ja, dat is hem. Ja. Geweldig. Ja, dat is best heel veel eigenlijk, als je erover nadenkt. Ja, veel filialen betekent natuurlijk ook veel handjes. Hoeveel personeelsleden heeft de HEMA? Deze HEMA bedoelt u? In totaal, HEMA algemeen? Ongeveer 10.000, give or take. Ja, een goede grote werkgever. Dat is hij zeker, ja. Ja, klopt. Ja. Als je een klein beetje snel bent en net doet alsof je hier moet filmen, dan kun je toch nog even naar de kelder. Tegen niemand zeggen. Ah, dit is een vrij nieuwe kelder, dat is niet zo interessant, dus we lopen even door. Kijk. We komen nu in een heel oud gedeelte. Deze kelder, kijk, het wordt al een heel stuk lager, de gebogen gewelven van deze kelder. Ja, het van oorsprong is er hier al gebouwd in het jaar 1386. Kijk uit dat je hier niet overheen valt. Het loopt eigenlijk tot aan de voorpui van de winkel. Dus het nieuwe gedeelte is ook op deze kelder gebouwd. Maar vroeger liep hij nog door. Deze HEMA die kwam in 1930 naar 's-Hertogenbosch toe als 7e winkel van Nederland. En uiteindelijk is het in de oorlogsjaren behoorlijk beschadigd. En in die oorlogsjaren hebben ze de boel opnieuw opgebouwd. Later, in 1970 tot 1973, was het zo dat hierboven de boel verbouwd wat. Helemaal gemoderniseerd. En dat jaren 70 plaatje, dat zien we nu nog steeds. Er is eigenlijk in de jaren bijna niks veranderd, behalve misschien een klein stukje herindeling. Kijk, dit wil ik even laten zien. Hier gaan we in het luik. Als je dit luik kijkt, naar boven. Hier zou ik dus aan deze pui, dit is de pui, deze pui. Dat is dus waar het hete luchtgordijn hangt. Geweldig. Later ook bijgebouwd, want het is natuurlijk in de loop der jaren een beetje aan het zakken geweest. Er loopt hier een tak van de Dieze ook langs. Nou, kortom, we zitten hier op echt een heel mooi stukje geschiedenis. Je ziet ook echt dat het vochtig is, het bladdert ook naar beneden, de kalk. Het voelt ook vochtig aan, moet ik zeggen. Je zou bijna denken dat er van buitenaf een soort van draaitrap naar beneden moet komen om deze kelder als een soort museum te gaan gebruiken. En dan zit ik meteen te denken aan bijvoorbeeld een sigarenmuseum, want dat is er in Den Bosch nog niet. Of in ieder geval niet in de hoedanigheid zoals ik hem zou willen. Vanaf 1835 woonde hier de familie van de Mortel. Ik weet niet of het een voorouder is van Roderick van de Mortel, burgemeester van Vught. Maar de familie van de Mortel heeft natuurlijk altijd wel veel te betekenen gehad in onze stad, in 's-Hertogenbosch. Het pand was ooit verdeeld in twee panden. Hiernaast zit Blom. En ik weet dat als je via de bovenkant, boven het restaurant van de HEMA, een deurtje doorgaat, dan kom je in het oorspronkelijke oude woonhuis uit. Nou, dat laat ik vandaag niet zien. Het is natuurlijk gewoon een woonhuis dat boven de winkel staat, maar oorspronkelijk waren het twee mooie panden. En binnenkort wordt alles verbouwd hier bij de HEMA in 's-Hertogenbosch. Ja, dit zal altijd blijven. Geschiedenis van Den Bosch. Nou, misschien hebben hier heel veel mensen ondergedoken gezeten. Dit is een grote bunker. Het is ook de bedoeling. Het heeft hier ook helemaal vol gestaan, maar het is allemaal mooi opgeruimd. Straks gaat hier de deur dicht en dan is dit een stukje goed bewaard gebleven domein. Ik ga verder, want ik vond dit zo mooi. Ik ga boven lekker een broodje rookworst eten. Bedankt voor het kijken naar Dwalend door Den Bosch. Blijf ons volgen. En als je iets meer weet van deze kelder, bijvoorbeeld onderduikadres of die instorting die hier heeft plaatsgevonden, stuur dan even een mailtje naar 0@tv73.tv. Tot de volgende Dwalend. Houdoe.